Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je de nieuwe producten van Catrice zien van het voorjaar van 2021. Catrice heeft twee keer in het jaar een assortimentsupdate en de eerste update is normaal gesproken als we geen corona hebben. In februari met de voorjaarsproducten en in augustus komen dan de najaarsproducten. Maar ja, we leven dus nu met corona, dus de producten zijn nu gewoon wat later in de winkels. In het persbericht stond ook echt letterlijk vanaf maart. Nou, dat werd al gauw toch wel april. Dus het ligt ook helemaal aan je filiaal, zeg maar, en hoe snel ze ermee zijn. Maar goed, ik heb hier een heel bakje met nieuwe producten. Dus die ga ik je laten zien. Ik ga deze producten trouwens niet swatchen. Dat komt omdat ik er ook reviews over schrijf op mijn blog. En als ik dan foto's maak, is het niet mooi als er al mee geknoeid is door te swatchen. Dus ik ga je ze gewoon laten zien. Mocht je nou denken van bepaalde producten, goh, ik zou het wel leuk vinden om daar een video van te zien. Of je mocht het misschien leuk vinden om daar snel een review van te zien op mijn blog. Kan je dat altijd bij de reacties eventjes laten weten. Dus mocht je nou benieuwd zijn wat je in ieder geval nieuw kan verwachten in het schap van Catrice, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste product wat ik hier heb, dat is een Mineral Loose Powder. En deze is van True Skin. Hier zit hyaluronic acid in en is een transparante poeder met een matte finish. Dit is het doosje. Deze past wel helemaal ook bij de collectie, omdat ze ook een, van True Skin een concealer hebben en dus ook een foundation. Hij heeft de naam 010 Transparent Mat. En het is een transparante, matte, losse poeder. En hier zit dan hyaluronic acid in. En dat is ook het enige wat erop staat. Alle producten van Catrice zijn tegenwoordig vegan. En hier zit ook geen olie en microplastische deeltjes in. En ook geen parabenen. Het is dus een losse poeder. Dus als je hem opendraait, zal die goed gesield zitten, denk ik. Oh, dit is top. Kijk, hier zit nou gewoon zo'n dingetje op. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Normaal is het zo'n stom plasticje. Maar dan kun je hem dus ook gewoon weer afsluiten. Dus dit is wel echt heel goed gedaan. Tenminste, ja, ik vind het er in ieder geval heel goed uitzien. Dus ik ben heel erg benieuwd. En het is fijn, hij is transparant. Dus hij is voor elke gezichtskleur eigenlijk geschikt. Dus ja, het maakt eigenlijk niet uit wat voor huid je hebt. Want je ziet hem toch niet terug. Dus dat is allereerst deze. Dan heb ik hier een Skin Perfector. En deze heeft verzorgende delen. Hier zit Care, Primer, Soft Tint en SPF 20 in. En die ziet er zo uit. Deze heeft verder geen naam. Het heet gewoon One Step. En het is eigenlijk een all-in-one product. Hij hydrateert, hij verzorgt en beschermt. Er zit ook vitamine C in en dus een zonprotectie. Er zit ook pigment in wat ik zo zie. Ja, het geeft een lichte dekking, zegt hij. Dus misschien dat hij ook nog wel aanpast aan je huid. Dat kan ik zo niet terugvinden. Ik ga er ook vanuit dat hij gesealed is. Kijk, er zit een sealertje op, dus dat is altijd top. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar deze. Van ja, wat gaat hij dan precies voor je gezicht doen? Dus die ziet er in ieder geval ook wel heel erg goed uit. Ook heel erg benieuwd naar. Het volgende product is ook voor de wenkbrauwen. Dit is een brow gel. En dit is een 48 Hour Power Stay Brow Gel. Is waterproof en smudgeproof. En zou blijven zitten tot 2 dagen. Ik heb deze in de kleur 030 Brow. Even kijken wat hier verder op staat hoor. Hij belooft 94% een bold brow effect, een sterkere kleur en intensief vul effect. En wenkbrauwen lijken hierbij voller. Deze komt dus in een doosje. En de verpakking is ook vrij groot zoals je kan zien. Zo ziet hij eruit. Hij is ook ultra long lasting en waterproof. Dus ja,
Dat is deze. Even kijken naar hoe dit kammetje eruit ziet. Oeh, heel goed. Dit is eigenlijk meer een soort lipgloss applicator als ik het zo zie. Het is niet echt een kammetje, dus je moet ze goed doorborstelen daarna. Maar ik ben wel heel benieuwd of je wenkbrauwen hier dan 2 dagen echt gekleurd van gaan zijn. En of ze goed vullen. Dus ja, ik vind het er wel heel veelbelovend uitzien. En ook wel fijn omdat hij dus in een doosje komt. Dus je hebt eigenlijk altijd een hele goed beschermde verpakking die nog niet gebruikt is. Dus dat is heel fijn. Dus dat is deze. Dan hebben ze ook een nieuwe lipgloss. En ik heb hier al meerdere kleuren van. En dit is de kleur 010 Charming Rose. Hier zit hyaluron in. Watermeloen, goiberry, cucumber en ginger roy. Die ziet er dus zo uit. En deze is gemaakt van een plastic, een hulsje van karton. Ja, hij ziet er heel mooi uit. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ben ook altijd wel heel erg blij met lipverzorging. Dus het ziet er heel erg goed uit. Vooral als het ook echt een beetje de verzorging biedt die hij belooft. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Maar de ingrediënten zien er in ieder geval wel goed uit. Dan heb ik ook weer een Volumizing Tint & Glow Lip Balsam. En dat is deze. Deze is in... zit er ook een kleur bij? 10. The Glow Must Go On. Nee, The Glow Must Go On. Het is zo klein dat ik het bijna niet kan lezen. Maar ik heb er hier al meerdere van geprobeerd. En ik vond die wel heel erg fijn. Dus even kijken hoe deze eruit ziet. Oh, het zit allemaal heel goed vast. Ja, dat is niet erg. Maar ik moet nu het etiket doorbreken. Oké, ik ga even kijken of ik hem los krijg. Bloed, zweet en tranen, maar hij is los. En deze ziet er zo uit. Ik ben ook wel heel erg benieuwd of hij echt kleur achterlaat op je lippen. Er staat verder niet heel veel van op. Maar ik vond de vorige variant heel erg fijn. Dus ik ben heel erg benieuwd ook naar deze. Er zit wel mint in. Er zit menthol in. Dat ruik ik al wel direct. Dus, nou ja, wel heel erg benieuwd naar. Een beetje jammer dat de verpakking zo moeilijk open gaat. Maar hij ziet er in ieder geval goed uit. En ook die verpakking is natuurlijk prachtig. Dan heb ik nog een lipproduct. En dit is een Watermeloon Shine Glow Lip Balm. En dit is de 010 I Carried a Watermelon. Ziet er ook heel erg leuk uit. Zit een watermeloenetje op. Mooie rode verpakking. Er zit watermeloen seed oil in. En stains the skin. Lippenbalsem met watermelon can. Nou, ik moet geen Duits gaan praten. Laten we dat maar niet doen. Staat er niet in Nederlands op. Kijken of deze... Oh, deze gaat heel makkelijk open. Dat is altijd fijn. Die is rood. Oeh, hij ruikt echt heel lekker. Echt lekker zoet. Echt lekker watermeloengeurtje. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of deze dan ook inderdaad echt getint gaan zijn. Maar ze zien er in ieder geval wel heel goed uit. Dus dat is deze. Even kijken hoor. Dan heb ik ook nog een topcoat. En dit is de Quick Dry. En deze is droog in 40 seconden. Nou, dat is natuurlijk altijd fijn als een topcoat snel droogt. Want ja, nagelslakken is hartstikke fijn en leuk. Maar het kost altijd wel onwijs veel tijd om het alles zo te drogen. Dubbel dopje weer. Verder een basic applicator wat ik zo zie. Dus ik ben wel benieuwd of die echt snel droogt. En of die dan ook de nagellak lang mooi houdt. Staat verder ook niet echt heel veel op. Alleen dat hij dus echt in 40 seconden droog is. Dus verder valt er niet heel veel over te vertellen. Even kijken hoor. Dan heb ik ook nog 2 kleurtjes. En dat zijn de Stronger Nails. Deze beloven een Strentic. En is een nailakker. Die belooft dus langere nagels. 82% confirm hardere nagels in 1 week. Ik heb hier de 02 Burly Coral. Dat is dit kleurtje. Dus die zou je nagels en kleur geven. En nog eens langer laten worden. Dus dat ziet er natuurlijk wel vet goed uit. Dubbel dopje weer. Dus dat is deze.
Oh, je moet hem 2 keer per week aanbrengen en dan zou je binnen 1 week strongere nagels hebben. Dus sterkere nagels. Nou, we gaan het proberen, jongens. Ik heb hem dan ook in de kleur 07 Expressief Pink en dat is deze. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of deze mijn nagels echt sneller sterker gaan maken. Alleen 2 keer per week, dus je zou eigenlijk, ja, je zou ze dan moeten lakken en daarna nog een keer moeten doen. Maar het is eigenlijk wel een beetje lastig, omdat je zelf een beetje een topcoat gebruikt. Dus ik moet nog even gaan uitzoeken hoe ik dat precies ga doen. Maar ik ben hier wel heel erg benieuwd naar. Even kijken hoor. Dan heb ik ook weer liquid lip balsams. En deze zijn, komen uit de Powerful 5 collectie. En daar had ik net ook al een product van. Dat was deze. Deze komt ook uit die Powerful 5 collectie. Maar dit zijn liquid lip balsams. Ik heb nog nooit een liquid lip balsam gehad. Hier zit hyaluron in. Vitamine E, chia butter, green tea en goji berry. En dat zijn deze. Die zien er zo uit. Ik heb hier de 060 Fresh Acal Berry. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Ik zal even 1 applicatortje laten zien. Ik vind wel die gouden verpakkingen fantastisch. Kijk, het ziet er echt leuk uit. Oh, het ruikt niet heel erg lekker. Zo'n applicator, dus het ziet er wel fijn uit om aan te brengen. Dus ik ben wel benieuwd of dat dit dan ook mat opdracht. Omdat het toch eigenlijk een lippenbalsem is, maar wel liquid. Dus ik ga er wel van uit. Dus hij geeft wel lekker veel verzorging. Dus dat ziet er natuurlijk heel goed uit. Staat er verder nog wat op. Een volumizing liquid lipbalm met Caring Complex. Van 5 power ingrediënten. Nee, dat is het ook. Dus dat is dit kleurtje. Ik heb deze ook in de 070 Luminous Crepes. Dat is deze, een beetje bruinachtig. Dan hebben we de 020 Pearly Peach. Echt inderdaad een beetje een peach kleurtje. Is ook wel heel erg leuk voor van de zomer. En dan hebben we nog de 010 Glossy Apricot. En dat is deze. Ziet er ook wel heel erg leuk uit. Dus ja, heel erg benieuwd naar deze. Want ik heb hier zelf nog geen ervaring mee. Dus ik ben reuze benieuwd. Dan heb ik ook een aantal mascara's. En dat zijn er 3. En ik begin even met de Glam & Doll Easy Wash Off Power Hold Volume Mascara. Dat is deze. Ik ben dol op de Glam & Doll mascara's. Deze blijft 24 uur om en is makkelijk eraf te halen. Een smudgeproof mascara, remove with warm water. Nou, dat is ook het enige wat erop staat. 010 Ultra Black. Ziet er leuk uit. Maar het borsteltje, dat is eventjes de vraag. Oh, daar was ik al bang voor. Kijk, hij heeft een plastic borsteltje en ik hou daar niet van. Hij heeft ook een beetje een buiging, maar ik hou gewoon niet van plastic borsteltjes. Dat zijn niet mijn favoriete borsteltjes voor de mascara, dus dat vind ik wat minder. Maar ik ben dan wel heel erg benieuwd of je hem inderdaad alleen kunt verwijderen met warm water. Ik geloof er zelf nooit zo heel erg in, maar het is zeker de moeite waard om dit te proberen natuurlijk. Dus dat is deze. Dan heb ik ook de Lift Up mascara's en daar heb ik er 2 van. Ik heb de waterproof variant en de gewone variant. Deze hebben een nieuw lash lifting technologie. En ik begin even met de gewone. Dit is een volume and lift mascara. Heeft een hele zachte huls. Het is niet echt zo'n mascara. Het is niet echt plastic. Hij voelt heel erg zacht aan. Dus die ziet er zo uit. Er zit een verzorgingscomplex in. En rijke proteïne en provitamine B5. Dus ja, dat is eigenlijk het enige. Dit is de 010 Deep Black. Volume mascara staat er eigenlijk op. Dus dat is het enige. Dat is deze. Ik ben dan wel heel benieuwd naar dit borsteltje. Oh, gadver. Ook weer plastic. Nou, hij is wel, heeft wel hele korte haartjes. Dus dat vind ik op zich niet heel verkeerd. Maar waarom altijd plastic? Kunnen we niet overgaan op echte haartjes? Want dat vind ik zoveel fijner. Maar goed, dat is me niet gegund deze keer. Ik heb dus ook de waterproof variant. En dat is dus een blauwe. En ik ga ervan uit dat het borsteltje precies hetzelfde is. Ja, zie.
Je zit dan alleen een ander volumetje voor een minuutje in met waterproof. Dus dat is deze. De blauwe variant. Ik ben wel heel erg benieuwd naar deze mascara's. Want die werden wel echt hoog opgegeven. Dus ja, hier ben ik ook heel erg benieuwd naar deze twee. Even kijken hoor. Wat hebben we dan nog? Ik heb hier de Better Than Fake Lips Plumping Lip Primer. En hier was ik ook al heel erg benieuwd naar. En dat is deze. Dit is een, heeft de naam 010 Pump Up The Lips. Het is een, even kijken of het ook in Nederlands erop staat. Zou fijn zijn. Nee, natuurlijk niet. Kan ik weer in mijn beste Engels dit gaan proberen uit te leggen. Het is een volume lip. En het zou je, je zou zelfs na 30 dagen nog resultaat zien van het aanbrengen van deze lip primer. Heeft 50,6% hydratation, 15,1% volume en 13,3% firmness. Dus, oké. Even kijken of ik dit open kan krijgen en dan zullen we eens even kijken wat het brengt. Nou, hij is open hoor. Het was weer eventjes een hele bevalling, maar hij is open. Dat ziet er zo uit. Deze verpakking kun je nog niet heel veel mee, zie ik nog niet heel veel. Hier staat al verder ook de ingrediëntenlijst niet op. Die staat wel hier op het doosje. Er zit ook vitamine E in, zie ik hierop terugkomen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd even naar de applicator. Oh. Zit menthol in. Had ik kunnen verwachten met volume. Het is gewoon een transparante primer. En ja, basic applicatortje. En dit zou tot 30 dagen blijven zitten. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd of dat dit echt werkt. Gelukkig kan ik intussen wat beter omgaan met menthol. Want een tijd geleden kon ik dit niet. Maar ik merk toch, als je dit langer op je lip laat zitten, dan merk je wel dat het gewoon niet meer heel erg, dat die lippen eraan wennen. Dus ik ben heel erg benieuwd ook naar deze. Dan heb ik nog vier lipproducten. We zijn er bijna doorheen hoor. Dit zijn de Ultimate Stay Waterfresh Lip Tinten. En deze zijn ook maskproof. Dus nou, dat is natuurlijk ideaal. Aangezien we allemaal met zo'n mondmasker oplopen, is dit fantastisch. Dit is de 030 Never Let You Down. Het is een long-lasting waterfresh lip tint. Heeft een moisturizing en ook een caring complex. En blijft zitten op de huid of op je lippen. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Laten we even de applicator bekijken. Nou, heeft verder geen geurtje. Dit is de applicator. Ik ben wel heel erg benieuwd of deze dan ook mat gaat zijn. Ik ga het bijna denken, want anders kan het niet echt maskproof zijn. Dat is allereerst deze. Heel erg benieuwd naar ook. Dan heb ik hier de 020 Stay On Over. En dat is dit kleurtje. De kleuren lijken wel een beetje op elkaar, maar ze zijn ook wel lekker zomers. Ik word er ook wel heel erg blij van. Dan heb ik hier de 010 Loyal To Your Lips. Een beetje een rood kleurtje. Ja, daar maak je mij natuurlijk blij mee. Rood en ik zijn echt de perfecte combinatie altijd. En deze vind ik ook zo vet. En dit is een 040 Stuck With You. Die is roze. Nou, daar hou ik ook van hoor, van roze. Dus ja, heel erg benieuwd ook naar deze. Dit vind ik ook wel echt hele grote verrassingen. Dan heb ik nog twee van die Strong & Nails lakjes. En dat is dus dit kleurtje. Een paars kleurtje. En deze heeft de naam 03 Fair Farish Lavender. Vind ik ook wel heel erg tof. Dus die en een donkerrode. Dat is deze. En dat is de 01 Powerful Red. Dus daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Dus die vind ik ook wel heel erg mooi. Dan heb ik nog een Glam & Doll Easy Wash of Power Hold Eyeliner. En dat is deze. Deze heeft verder geen naam gekregen. Het zou een long-lasting en smudgeproof eyeliner zijn. En heel makkelijk te verwijderen met warm water. Ik heb er altijd een beetje mijn vraagtekens bij. Ik ben wel benieuwd naar het kwastje. Het heeft een heel dun kwastje. Dus dat is al wel weer heel tof. Daar kun je wel heel nauwkeurig mee werken.
Dus dat vind ik wel weer heel erg fijn. Maar die past dus ook bij die mascara. Dus dat vind ik wel heel leuk. Hij zou 24 uur blijven zitten ook. Dus heeft de naam 010 Ultra Black. En dan heb ik nog zo'n oogschaduwpaletten. Het Slim Eyeshadow Palette Pro. Dit is de Peach Origin. Dat is deze. Heeft de naam 010 Golden Afterglow gekregen. En die is dus met deze kleurtjes erin. Inderdaad een beetje peach kleurtjes. Ik zie ook wat bruine tinten. Ja, ook wel heel gevarieerd. Ook weer zo'n, zo'n kleurtje waar wat wit in zit. Dus ook heel erg leuk. Dus ook heel erg benieuwd naar. En uiteraard ook weer de spiegel. Die vind ik ook wel heel erg mooi. Dan heb ik nog twee oogschaduwpalettes. Ik heb hier allereerst de Nude Mauve Collection Eyeshadow Palette. En dat is deze. Heeft de naam 010 Glorious Rose. Hier zitten 9 zachte long-lasting matte en metallic kleuren in. En zouden heel intensief zijn. Ik heb meer van deze paletjes. Ik ben er over het algemeen heel groot fan van. Hij heeft deze kleuren. Er zit ook een base en highlighter in. Je ziet inderdaad hier al wat shimmer kleuren. Maar ik vind het niet echt nude kleuren. Het heet de nude. Maar ik vind het niet echt onder nude vallen. Ik vind ze in ieder geval heel tof eruit zien. Ik ben er heel erg benieuwd van. Heel erg benieuwd na. Want ik heb meer van deze paletjes. En ik vind ze over het algemeen heel fijn. Het verschil bij deze nieuwe paletjes is dat er dus op de achterkant geen tutorial meer staat. Er stond op de oudere paletjes wel. Maar dat hebben ze vervangen. Dus dat is inderdaad dus deze. En dan heb ik ook nog een Slim Eyeshadow Palette. Pro Slim Eyeshadow Palette. En dit is de Lavender Breeze. Dat is deze. Deze heet de naam 010 Sea of Blossom. Dit is een professioneel oogschaduwpaletten met 14 uitgezochte kleuren met hoog pigment. En zijn makkelijk te blenden en zouden trendy kleuren hebben. Nou, ik heb 2 van deze paletten getest en ik vind ze heel erg mooi. Er zit een spiegel in de deksel en dan zijn dit de kleuren. Ja, ik vind ze wel heel erg leuk. Paars en zo. Je ziet ook, dit vind ik ook heel erg leuk. Weet je wel, zo'n mixkleurtje. Ja, ik vind het wel heel erg leuk. Ook de namen staan onder de paletten. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd ook naar dit paletten. Dus ik ben blij dat ik deze heb. Want ik heb echt zin om deze te gaan testen gewoon. Nou, dan waren dit alle producten van Catrice die ik je wilde laten zien. Er zijn nog veel meer producten. Ben je benieuwd naar de complete perslijst, kun je ook altijd eventjes kijken op mijn blog. Daar staat een hele lijst. Ik zal de link wel even in de beschrijving zetten. Ik ben zelf wel heel erg benieuwd of jij al wat nieuwe producten van de lijn hebt gekocht. Of dat je denkt van nou, ik sla het over. Of misschien zie je producten erbij zitten waar je zelf ook wel heel erg benieuwd naar bent. Ik ben in ieder geval heel erg blij met deze nieuwe producten. En ik heb ook zin om ermee aan de slag te gaan. Dus ik vond het heel erg leuk om jullie deze in ieder geval weer te laten zien. Ik wil je bij deze dan ook gewoon heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding van zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!